jaar is het thema Move the World, oftewel beweeg de wereld. Despite the challenges, we won't stop the music. In totaal deden er 12 landen aan mee, ieder met een eigen liedje. De meiden van Unity waren met hun nummer Best Friends als derde aan de beurt. Onze eigen meidengroep Unity, Naomi, Demi, Maud en Jada gaan het nummer Best Friends zingen. You are my best friend. Na alle optredens was het tijd om de stemmen te tellen. The Netherlands, you got 64 points. 64 punten erbij, dat zal niet genoeg zijn voor de eindzegen. En daarna natuurlijk de uitslag. 112! Zo, echt met overmacht. Wint Frankrijk. Ja, ondertussen staan de meiden bij me. Meiden, de vierde plek. Ja. Vertel, wat vinden jullie ervan? Ja, echt niet normaal. We zijn echt super blij en ook heel erg trots. Want ja, top 4. Top 4 is echt best wel heel erg hoog. En daar zijn we gewoon heel erg blij mee. Heel hoog. Ja, ja, we hebben echt genoten. En ja, we zijn ook super blij voor Frankrijk. En ja, ze verdient het super erg. Dus. Ja, jullie zeggen het al, hè? Frankrijk die heeft dus gewonnen. Ja. Ja, is het een terechte winnaar volgens jullie? Zeker. Super leuk. Het was super vrolijk ook. En het gaf meteen een hele sfeer ook. Dus ja, ik denk zeker dat ze het echt... Ja, ik denk, ze maakt iedereen wel blij of zo. En het is een heel vrolijk liedje. Dus, we gunnen het daar echt. Dus. Ik had toch iets meer teleurstelling verwacht. Maar eigenlijk hebben jullie allemaal een hele grote glimlach. We hebben het allemaal eigenlijk super goed gedaan. Maar ja, er is maar één winnaar. En ja, dat wij dat dan niet zijn, dat vinden we helemaal niet erg. Want Nederland blijven we altijd winnaars. Ik kan me voorstellen dat jullie alles even moeten laten bezinken. Ja. Maar Demi, vertel eens, wat zijn jullie toekomstplannen eigenlijk? Nou, we gaan natuurlijk nog allemaal leuke dingetjes met Unity doen. Allemaal nog kleine verrassingjes. En daar heb ik super veel zin in. En ja, voor altijd vriendinnen. Dus. Ja, dat was eigenlijk mijn laatste vraag. Blijven jullie ook echt best friends? Ja, dat sowieso. Voor altijd. Wat is er gebeurd? Best friends. Nou, Lucas, je hoort het. De sfeer zit er goed in. En ze blijven gewoon ook nog eens gewoon vriendinnen. Zo is het. Dankjewel, best friend. Milou.